Hoi, kijkers van mijn kanaal. Tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Ik ga vandaag de Sims 4 afleveringen doen. Zodat jullie mij niet kunnen zien. Nou, ik heb het maar zomaar even gelaten. Anders weet ik niet. Ja, kan ik jullie moeilijk laten zien wat ik ga doen. En ik heb gezegd dat jij naar bed moest. Zoals jullie zien zit... Ze staat hier haar bed. Lekker simpel blauw. Hiernaast staat de douche. Ja, de badkamer. En het bad. Hier is een kleine mini keuken. Hier zit ze heel vaak. Om wat te eten of zo. Of ja, aan dit tafeltje. Oh, 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 oh. Hij gaat heel vaak bij mij. Enter. Nou ben ik opeens buiten. Maar mijn simpoppetje heeft de hele dag niet geslapen. Au. Nou. Ja. Oep. Waar ga jij heen? Oh, je gaat een boek lezen. Nou, dat dacht ik even niet, want we gaan naar het dorp. Nee, stoppen. Zo, steeds vervelend. Ik ga reizen. Moet ik naar het autootje gaan? Reizen. Ik ga gewoon lekker alleen reizen. Dit is namelijk mijn zusje. Die heeft ook een Sim-account. Nou, dan zie ik jullie daar. Doei. Nou, we zijn namelijk nu onderweg naar het park. Nou, ik ga... iemand proberen te doden. Maar dat is meestal altijd nep hoor. Ik keek even naar buiten. Dus als je iemand vermoordt, is die niet echt meteen dood. Dan is die gewoon een soort van bewusteloos. Alleen als ik jou was, zou ik het niet naar familieleden doen of zo. Of naar vrienden. Echt mensen die je niet echt kent. Want soms heb je wel het niet echt geluk dat het doet of dat het maar niet doet. Nou, ik ben hier. We maken het nou even dag. En hoe je dat doet is... Er slaapt daar iemand op dat bankje. Kijk. Hier zo. Zo. Ik schrok even. Ik schrik namelijk bijna nooit. Ja, wat is hij? Oudere. Nou, voor mij is het gewoon een zwerver. Dus we gaan hem lekker maken. Kom op. Nee. Ik ga die man wakker maken. Ik weet niet wat voor toon ze het gaat zeggen. Ze zeggen... Oh, ze zeggen... Dat is best wel lief. Kijk dan, hij heeft allemaal vlekken aan zijn t-shirt. Hoe heet hij? Jacobus... Villarreal, zeg? Hij zijn junkie. Wie zit daar? Wat zei? Larate Lee. Oké, nou we gaan hem dan vermoorden. Nou, nog uitslaan dan. Ik weet niet wat we nou gaan doen. Gaat hij dood of niet? Als je dat doet. En er staan mensen bij, kunnen ze boos of verdrietig worden. En vooral vaak verdrietig. Wakker maken. Wakker maken. Kom op, wakker maken. En dan ik het maar. Zodat je steeds mijn hand ziet. Robbie! Sure!
nee. Ik ben nou helemaal vies. En ik ben net onder de douche gaan staan. Zo, gaan staan. Ondeugendheid. Hij staat straks toch ook met de hand. Klik je op. En sorry meneer, maar dit. Wat? Een mislukte? En ze moeten er ook nog gewoon om lachen? Oh, sorry hoor. Als dat bij mij uit wordt gehaald. Ik zal niet echt gaan lachen. In ieder geval niet gaan lachen. Nou, ik praat niet met hem. Wegwezen. Ga jij maar lekker weg. Ik ga even kijken dat je hier een douche hebt. Hier. Ik ga even kijken dat je ergens een douche hebt. Dan kan ik even snel gaan douchen. Nou, als ik een douche heb, zeg ik het even. En tot dan. Ik heb geen douche helaas gevonden. Maar ik heb maar een wasbak gevonden. Maar oké. In ieder geval is ze niet meer vies. Ik zal er even hierheen laten gaan. Want nu staat ze achter de spiegel. Hierheen gaan. Sorry, mijn beeld is een klein beetje wazig. Ze is nog niet meer vies. Nou, ik heb de Sims bij de Bart Smit gekocht. Ik heb ze ook van Intertoys en Marskramer. Ik weet niet zeker dat ze ook bij de Marskramer hebben. Nou, als jullie nog meer weten waar je de Sims 4 koopt. Als je deze koopt bij de Bart Smit is die €50. Ik had hem voor 38. Dat is €12 minder. De Sims 4 bleef het samen. Dat zit ik nou te doen. Die is maar 40. Ja, dat is nog wel een verschil. Nou, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. En vergeet niet om te abonneren en een duimpje omhoog te doen.